Ik ben Jan Verkuijlen. Ik ben gepensioneerd en ik ben als dienstplichtig militair geweest in 1962 in Nieuw-Guinea. Branden zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Branden zand berooft je. Voordat ik met pensioen ging, ben ik altijd werkzaam geweest in de psychiatrie. Ik was soldaat en ik ben afgezwaaid als soldaat 1. Oh, kijk, promotie. Ik mocht dat zelfs niet weigeren. Ik was met nog in een celles waar wij met z'n tweeën de jongste telgen in het hele compagnie. Ik was 19 jaar, werd ik. Nou, ik heb een voorwerp gekozen en dat was mijn pijl en boog. Staat er mijn pijl en boog die ik het liefste had, maar die is helemaal gesneuveld. Maar ik had er nog steeds eentje in de kast en die heb ik tevoorschijn gehaald. Die hangt bij mij onder de karpoort en die zie ik nog elke dag hangen. Wat mij daarin aanspreekt is dat de Papua, ik vond dat hij beter met de pijl en boog een varken kon schieten dan ik met de geweer. We hebben dat samen geleerd en ik heb ook foto's, diverse foto's, waar we met die jongens bezig waren. De jonge lui van 16, 17 jaar, die gingen met ons op patrouille. En het laffen van ons vond ik altijd dat die jongens altijd voorop moesten lopen. Dus het eerste gevaar, dat ving hun altijd op. Het brandend zand en een verloren land. En toen dacht ik van, ja, het is hier brandend en het is zanderig. En we zijn het verloren. Zij kwam voor ons optreden als entertainment. Mieke Telkamp is er ook nog geweest, maar dat is me niet. Maar ik vond het zo treffend dat zij daar kwam zingen. Gevaar, brandend zand.